Welkom op het kanaal van Wal met veel leuker dan het kanaal van Makkers. Jongens, daar zijn we weer. Rick, we zijn weer in onze bar, in het restaurant, in de taverne. Hoe is het met je? Het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Ik zie het. Je hebt nog steeds je kerstmuts op. Je hebt nog steeds een grote baard. Ja. Het is avond, Rick. Dus ik weet nou niet of er nou heel veel klanten gaan komen in de avond. Kunnen we niet even tukkie doen of zo? Ik heb nog geen bed gekocht. Nee, we hebben nog geen bed of zo. Ik denk dat we misschien even op tafel liggen. Nee, ik denk dat we gewoon nachtdienst moeten draaien. Ah, oh, man. Ja, ik weet het. Doe jij anders maar de winkel open, dan gaan we gewoon 's nachts werken. Oké. We gaan er gewoon een nachtdienst van maken, weet je? Waarom niet? We hebben volgens mij genoeg van alles. We hebben in de vorige aflevering best wel veel gedaan. We hebben zelfs een nieuwe ruimte gekregen, weet je nog? Ja. Ja, en we hebben nog allemaal maaltijden staan en nog allemaal drinken. Hoe zijn deze nog warm? Hangen. Ja, ze zijn gewoon nog warm, hé. Wat apart. Hier, ik ga mijn barley, die ga ik trouwens hier vast in doen. Dan kunnen we vast beginnen met wat koken. Ik heb wel nog lang niet genoeg, maar dan hebben we in ieder geval een beginnetje. Ja, want we moeten ook even kijken. We hebben op zich nog wel. Ja, we hebben nog genoeg. Nog zat. Hebben we dit al op het menu staan, dat ze die corns kunnen... Ik denk het. Ik weet niet of we het menu... Waar... Oh, hier is nee, het hier. Menu. Kijk. Oh, joh. Hier. Zet inderdaad boiled corn er maar even bij. Hij staat erop, hoor. We hebben nog geen zwijnen vermoord, toch? Nee. Ik niet in ieder geval. Hey, heb je überhaupt de bar wel geopend, Rick? Want we hebben nog wel veel klanten. Er is niemand! Helemaal niemand! Ja, het is nacht. Ja, natuurlijk! Daarom komt er nog niemand naar onze bar toe. Er komt iemand aan! Oh, wacht. Kom. Voorbereiden. Vegen. Is het troep? Is alles schoon? Zoeken naar spinnenwebben. Nee, het ziet er goed uit. Oké, jij gaat hier achter de bar staan. Oké, drukke chefkop. En ik ga hier staan. Om een soort van ober, oké? Op te warmen. Ja, is goed. Op te warmen, op te wachten. Goeiedag, me... Hoi mevrouw. Ja, ze heeft geen hulp nodig. Hoi mevrouw, kan ik uw bestelling opnemen? Ze wil een heerlijke barley. Ja, is dat klaar? Welke is het, deze hier? Ja, een van de... Heb je erin gespuugd? Beetje. Oké, goed zo. Hier mevrouw. Hoppakee, helemaal voor jou. Geniet ervan. Misschien is dat je laatste maaltijd. Hey, ik kom volgens mij nog een klant, klopt dat? Ja, daar heb je er hoor. Oh. Daar heb je er. Goeiedag mevrouw, hoe is het met u? Wat wilt u? Ze wil een biertje. Biertje, ja, staat klaar. Biertje staat klaar, dankjewel. Hé, zullen wij anders een extra tafel kopen? Gaan we gewoon even meer klanten krijgen? Ja. Dat is wel leuk, toch? Vind ik een goeie, ja. Zal ik even een tafel kopen? Koop even een tafel. Ik zal even een tafel kopen. Er komen nog twee klanten aan, dus ja, die kunnen dan precies in die twee tafels zitten. Ik doe even afruimen hier ook, zo. Even kijken, zullen we een ronde tafel doen nu? Jawel. Ja, dat is wel leuk. Ja, ik heb een ronde tafel gekocht. Oh, ze is aan het zingen. Hey, ze is een beetje dronken. Waar zou ik hem plaatsen? Ga weg! Zit je nou onze klanten weg te sturen? Ja, ze is dronken. Oh, nee, meer de bestelling. Hallo, Theobald. Theobald. Een biertje, ja. En even kijken, nog een biertje. En nog een biertje. Drie biertjes. Drie biertjes, helemaal goed komen. Dat moet helemaal goed komen. Waar zou ik deze doen, Rick? Weet ik niet, ik heb er al één. Waarom ben je geen biertjes aan het tappen, Max? Omdat ik een tafel aan het plaatsen ben. Hier, hoppakee. Ik zet hem hier neer. Zo, dat is een gezellige plek, toch? Kunnen ze hier ook een beetje chillen? Ja, dat is leuk. Hier, alstublieft. Heb je biertjes gestopt? Er zit een vlieg in mijn kamer. Ik word helemaal gek ervan, sorry. Ik word helemaal gek van die vlieg. Ben je ook aan het afwassen intussen? Jij bent van alles aan het doen. Ik doe weer alles, inderdaad. Nee. Hier komt hij. Jij bent van de keuken vandaag. Ik ben wel morgen van de keuken. Hier, hoppa. Ik leg die vieze mok leg ik hier op de grond voor je. Ik heb net alles afgewassen. Ja, jij bent van de keuken vandaag. Ik ben gewoon van het... opzouten, mevrouw. We willen geen dronken gezang hebben hier, gekrijs van jou. Zo. Hier, dan, jij was af. Jij bent van de keuken. Ik ben morgen van de keuken. Verdorie. Hey, we hebben hier een klant. Wat wil je? Boiled corn. Officieel boiled corn. De eerste. Ja, ligt hier. Ik verslik me bijna. Gaat goed. Ik ben zo enthousiast over de boiled corn dat ik me bijna verslik. We hebben nog een vrouw. Wat wil je? Nog een keer boiled corn. Oh. Je moet eerst even een belletje drukken, anders kan ik hem niet oppakken. Hè? Ik heb dit gedrukt. Ja, maar nog een keer. Dit is een andere. Oh. Zo. Hoppakee. Geniet ervan, mevrouw. Geniet ervan. Geniet van jullie corn. Jeetje. Hebben we al nieuwe corn geplant in onze tuin? Nee, in onze botanische tuinen. Hé, hey, wat vind je van de nieuwe tafel trouwens hier? Kijk, die kun je zo de keuken inlopen. Kijken. Hier, jij bent van de keuken trouwens, jij moet alvast op de grond. Oh, dat is zo'n schattig tweepersoonstafel. Ja, dat is een leuk tafel. Waarom leg je het op de grond? Je kan het toch gewoon even erbij leggen? Nee, dan kan jij het afwassen. We hebben nog een boiled corn. Ja, maar oh. Nog een boiled corn. Klik op de bel, anders kan ik niet pakken. Ja, ga maar. Onze boiled corn is op, Rick. Ik heb er weer... Oh, ik heb er nog geen één. Nee? Nu heb ik hem. Ja, ik heb er één. Nu heb je er eentje maar. Ja, nu is het op. Eentje, dus we kunnen niet meer boiled corn dan dit. Je ligt hier netjes op de grond in. Ja, ik merk het weer. Hé, die tafel die staat wel een beetje weggestopt. Ik ga hem even verplaatsen. Ik ga hem ergens anders plaatsen. Het is een beetje stom, dit plekje. Hier, ik ga hem gezellig hier in het midden neerzetten. Hier, kijk zo. Hoppa, dat is veel gezelliger. Nieuwe klant, Max. Gezellig in. Ja, ik ben toch wel bezig, hè? Corn wil die.
Ja, staat. Ja, hier heb je weer zo'n vieze poepplaat. Ja, maar ik ga hem nu weer van het menu afhalen, want we hebben hem niet meer. Ja, haal maar van het menu af. Hij is er ook. Is een goeie, als we het gewoon niet hebben, dan moet je het van het menu halen. Ja, anders krijg je zo weer te veel vraag. Oh, wacht, misschien kan ik trouwens wat zaadjes kopen. Ja, dat ga ik doen. Kijk, we hebben hier natuurlijk onze hallo, onze mevrouw. Hier. Zal ik even kijken? Biertje? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Oh, die vlieg is heel irritant. Kan ik dat kopen? Is de grote vraag. Corn seeds? Ja, ik kan gewoon corn. En ik kan barley seeds? Ik ga gewoon allebei zo. Hoppa, we hebben een beetje geld uitgegeven, maar dan heb ik heel veel zaadjes gekocht. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed, hè? Je hebt wel heel veel geld uitgegeven, ja. Behandelen en zo, dan ga ik gewoon. Ja, ik doe wel gewoon even al het werk, inderdaad. Ik en dan, ga Minecraft in de tussentijd. Ja, is goed. Dan ga ik ondertussen gewoon. Wil je misschien even aan de kant gaan, dankjewel. Ja, doe jij maar het harde werk, dan ga ik wel Minecraft hier. Ja. Kijk, nee, ik ga zo alles klaarmaken, zoals dit. Hoppa. Zo. Kunnen we onze tuin ook uitbreiden, denk je? Of hebben we blijven wel op deze kleine tuin houden? Hier, barley. Hier één. En hier één. En dan voor de rest doe ik lekker corn. Mevrouw. We zijn nieuwe corn en nieuwe barley aan het, aan het laten groeien. Graan en corn. Dus dat komt helemaal goed. Maar hebben we een kist? Ja, we hebben een kist. Ja, daar doe ik ook de zaakjes in. Zo. Oké, er zitten de zaakjes zitten er ook in. Hoe is het met de klanten? Ja, gaat goed. Genieten ze ook van de nieuwe tafel? Ik help even met afwassen. Ik zal deze voor je afwassen. Doe ik toch nog een beetje helpen, hè, met het afwassen zoals dit. Hey, onze nachtdienst zit er... Vlucht. Waarom die vieze appel? Die nachtdienst zit er bijna op, zo te zien. Het wordt weer dag, Rick. Oei. Hebben we gewoon een hele nacht doorgedraaid. Hey, opzouten, mevrouw. Wegwezen. Wij willen geen vervelende mensen hier. Hij wil twee bier. Oké, jij één, ik één. Zo. Oh. Hey, joh. Sorry. Doen we allebei een biertje. Hallo, alsjeblieft. Alsjeblieft, meneer. Mijn biertje is lekkerder dan zijn biertje. Godrik. Heet iets Godrik? Oh, Godrik inderdaad. Iron Helm. Wat een stoere namen allemaal hebben die gasten. Ja, dat is ongekend. Hé, hey, dit is goed bezig hier allemaal. Dit is bijna helemaal klaar al zelfs. Oh, dat gaat snel. Die graan gaat sneller dan dat de korn gaat. Ja? Ja. Hé, Jurik, wat ben je met die... Je bent niet eens klanten aan het helpen. Ja, ik ben... Even kijken, we willen heel... Ik was heel even aan het afwassen. Ik doe wel de biertjes, oké? Oké. Hoeveel eten? Twee. Easy. Even kijken hoor. Ik pak 1, 2, 3, 4 mokken. En dan doen we even biertje maken. Zo, dan hebben we 2 biertjes gemaakt. Jij wil een biertje. Oh, dan mis ik nog 1 biertje. Even kijken. En zo, jij wil ook een biertje. Wat hoor ik? Oh, je bent mensen aan het wegsturen. Ja. Rick, het is ineens heel druk in onze bar, in ons restaurant. We willen een happie. Een barley happie. Een soepie. Ja, hier staat klaar. Ja, ik zal even helemaal prima. Ik zal het pakken en aan hem geven. Komt u maar, meneer, geniet ervan. Ik ga even afwassen. En ik ga kijken, want ik denk dat ons graan buiten klaar is. Daar kunnen we dan weer geld mee verdienen. Even afwassen snel voor je. Dan zal ik alles weer op zijn plek zetten. Zo, dan die mokken, die kan je hier allemaal ophangen. Het is wel handig, hè, dat we die mokken op kunnen hangen. Hebben we nou barley of niet? Want we moeten een nieuw bier maken. Ja, dat kan je zelfs plukken in de tuin. Oké. Als je nodig hebt. Nou, trouwens, doe ik al. Ik zal het plukken voor je. Oh, ja, dit werkt heel goed, Rick. Dit werkt echt heel goed. Okay, ik hoop wel dat die tuinen binnenkort misschien wat groter kunnen zijn, maar ik heb best wel wat barley hier voor je. Kijk, kom ik drop het op de grond. 1 zak, 2 zakken hier. Hoppa, 2 zakken barley op de grond voor je, Rick. Oh, ik wil zeggen 2 zakken, maar het zijn tientjes. Oké, dat is goed. Zo, ik zal nog meer graan planten. Dan wacht ik wel, of dat koorn wacht ik wel mee. Jezus, moet ik gewoon weer gaan Minecraft hier, hè? Weer helemaal gaan gardenen. Dit is wat, hè. Nou, graan weer planten zoals dit. Wat een avontuur hebben we vandaag weer, hè. Gewoon nachtdienst gedraaid, hè. Ongekend. Wel een beetje. Ja, snap ik. Ga dus ook vandoor, ik ga slapen. Oh, ja. Lekker. Ja, jij redt ook ergens, of... Dat weet ik niet. Ik ga gewoon ergens liggen. Gewoon ergens liggen. Hey, volgens mij is mijn corn is klaar. Ik wil zeggen, ik hoor het allemaal uit de grond komen. Ja, mijn corn is klaar. Dan kunnen we weer cornsoepjes maken. Dat is even chill. Hoeveel corn had je nodig voor soepjes? Weet je dat nog? Nee. Geen idee. In de tussentijd zou ik hier wel gewoon graan van maken. Dan hebben we weer genoeg graan of barley, weet ik hoe we het willen noemen. Corn hebben we 10 voor nodig, zie ik hier. Oh, en dan krijgen we? Durf ik niet te zeggen. Oké, ik heb namelijk 14 corn. Oh, het is echt helemaal druk, joh. Oh, sorry. Rick, ik ben 2 seconden hier buiten bezig en jij helpt helemaal niemand hier. Ja, biertjes. Ja, hoezo? Jij helpt helemaal niemand. Ja, jij helpt helemaal niemand. Ik geef wel het happy aan die man. Ik ben hartstikke druk. Ik ben druk. Alleen maar buiten in de tuin aan het werken, weer in onze botanische tuin. Ja, maar je laat mij alles weer alleen doen. Nee, ik moet afwas hij doen. Wil eten hebben en dat is op. Hey, welke eten ik heb nieuwe gemaakt. Wat zeg je, dat hebben we. Het is maar goed weer dat ik weer nieuw heb gemaakt, hè? Ja, het is maar goed dat ik in de tuin heb zitten werken, jongen. Ik zie al, deze samenwerking zal niet lang volhouden met ons hier. Nee, als dit zo lang doorgaat, dan ben ik op een gegeven moment wel een keer klaar mee, hoor. Waarom kan ik dit niet? Oh, die zijn nog vies. Oh, mijn mokken zijn nog vies en het water is op. Ik snap hem al. Oh, er is ben je nog druk bezig? Ja, gigantisch.
Goed zo. Ik zal even water uit de put halen hier. Ons graan is zo te zien alweer bijna klaar. Dus we hebben binnenkort nog meer barley. Mag ik eens even afwassen? Even deze mok hier. Deze hier, ik heb hier nog meer. Jeetje, gooi die maar gewoon neer hoor. Heb ik ook gedaan. Doe je thuis ook zo met je afwas? Ja. Thuis doe jij helemaal niet afwas, weet ik. Nee, de vaatwasser doet het. Oh ja, tuurlijk. Oké, de mokken zijn helemaal schoon. Oh, er zijn gigantisch veel food deliveries. Ja, maar daar hebben we helemaal geen tijd voor op het moment, Rick. Jawel. Hier, oh, hoppakee. Ik ga er even twee doen, dan verdienen we weer centjes. Oh nee, Rick, ik ben druk in de tuinen. Ik kan het restaurant nu niet in mijn eentje onderhouden. Wel, dat red jij met gemak. Nee, ik ben de graan bezig. Ik ben heel druk in onze tuinen bezig, zodat we dingen kunnen blijven verkopen. Max, jij kan dat. Je bent niet weggelopen, toch? Nog niet. Ben je nog binnen? Ja, nu niet meer. Nee. Adios. Nee, Rick, wacht nou. Max, je kan het, ja? Ik moet die tuin toch klaarmaken. Hebben we genoeg eten? Hebben we genoeg drinken? Oh, er zijn klanten. Oh mijn god, wacht. Er is zatje. Soep. Je kan het, hè? Soep. Ja, je bent een sukkel, ben je. Nou, hey. Mij een beetje al het werk laten doen. Dat is, ik heb letterlijk alles gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Hier, geniet hiervan. Wat wil jij, mevrouw? Jij wil? Een mokkie met bier. Dat heb ik helemaal voor jou. Kom maar. Oh, je hebt wel alles in principe netjes achtergelaten. We hebben geen eten, Rick. Je bent weggegaan zonder eten in het ding te stoppen. Ja, ik had zelf eten nodig. Oh, mijn god, nee. Barley erin. Water moet ik dan nog halen, maar die klant gaat dat denk ik boos weglopen. Ik word aangevallen door een wolf. Ik hoop dat je doodgaat. Dat verdien je. Je zou het verdienen. Je mensen achtergelaten hier. En mij. En wolf. Ik vind het niet leuk. Dan ga ik nog meer. Hij zit nog steeds achter. Oké, hij heeft me met rust gelaten. Oh. Boiled corn gaan we maken. Heb ik ook een waterbucket nodig? Zo. En dan moeten we corn erin doen. Ik heb 5 slop. Ik weet niet wat het is. Ik kan eindelijk eten maken. Wat is slop? Ja, dat weet ik niet. Okay, sorry mevrouw, sorry voor het lange wachten hier. Geniet ervan. Geniet van dit bordje. Wat wilt u? U wilt bier en jij wil ook bier. Dat gaan we helemaal regelen, jongens. Ik ben helemaal in mijn eentje hier druk bezig. Ik zal 2 schone mokken even pakken. Die zal ik even hier in mijn inventory doen. Daar maken we 2 heerlijke biertjes van. Dan heb ik voor jou een heerlijk biertje. En dan heb ik voor jou ook een heerlijk biertje. Ga ik snel even afwassen. Oké, nee, wacht. Hier moet ik trouwens eerst corn in doen. Zo, corn. Hoppakee. Dan kan er corn gemaakt worden. Ben je bijna terug? Ja, ik ben onderweg. Oh, kijk. Oh. Wat is dit? Wat kan ik hiermee? Oh, die kan ik verkopen, volgens mij. Ik heb iets heel cools, Max. Wat heb jij? Dat ga ik je zo laten zien. Oké, ik ben heel benieuwd. Even kijken, we hebben weer 2. Opzouten jij, dronken lappen jij. Oh, ik heb... Hey, we kunnen bier barrel. Oh, we kunnen meer doen en hop. Oh, en oké, jij wil een biertje? Gas erop. Hey, ik word helemaal gek van die vlieg. Hij zit nu op mijn microfoon. Rick, kan je hem niet weghalen, die vlieg? Nee, dan moet ik eerst even langskomen. Maar dat, nee, dat duurt wel even. Nee, dat snap ik. Nee, maar ik wil ook niet dat jij langskomt bij mij. Ik wil ook niet langskomen. Zullen we het restaurant zo heel even dicht doen? Want het is ook helemaal vies en we hebben niet onder controle op het moment, voor mijn gevoel. Ja, nee, vind ik goed. Zal ik hem sluiten? Ja, doe maar even. Ik sluit hem even. Ik ben benieuwd of die mensen dan ook weggaan als ik hem sluit. Zo, we zijn gesloten. Gaan jullie dan ook weg? Nee, die blijven dan wel zitten. Die wachten dan tot het op is. Jij opzout jij. Hoi Max, ik ben er weer. Waar ben je? Hier. Hey, kijk, nul. Ik heb wat. Wat heb je? Jeetje, wat is dit? Een berenhoofd? Ja, die kunnen we volgens mij verkopen. Yo, hoe kom je eraan? En die kunnen we ophangen. Oh, echt? Hoe kom je eraan? Oh ja, huh? Ja, die heb uit een kreet. Maar ik heb hier nog iets wat we kunnen ophangen. Wat heb je? Wat zullen we deze hangen? Deze moet wel voor de gasten te zien zijn. Zal ik hem hier hangen, het berenhoofd? Ja. Zo, boom. Boom, kijk nou. Dat is even stoer, hè? Wat ja, vet. Opzout trouwens. Kijk, en dan doen we... Wat heb jij? Hier, oh, een bel. Dan kunnen ze lekker bel gooien hier als ze zin hebben. Yo, ja, ga jij weg, meneer. Jij bent niet in staat om een bel nu te gooien. Oké, maar ik heb nog een bestelling, dus ik ga weer door. Ga jij maar door. Ik ga wel even het restaurant opruimen, schoonmaken en even alles op orde krijgen. Misschien wat nieuwe dingen kopen en zo. Dat is wel een goede dag, moet ik zeggen. Dat is een hele goede dag. Doe ik even water hierin. Ga ik even afwassen. Hé, maar jij neemt al die borden en die mokken mee. Maar die zijn volgens mij wel op, hè. Die krijgen we niet terug. Nee, dat klopt, maar ik heb nieuwe. Heb je nieuwe gekocht? Nee, die heb ik net ook uit een krit. Ik heb er 5 nieuwe. Ik heb 5 nieuwe kijk. Dingen. In dat opzicht dan is prima. Ja, toch? Dan gaan we de mokken allemaal even, of de bakjes allemaal terugzetten. We hebben een nieuwe plek nodig voor de bakjes. En we hebben letterlijk precies 5 mokken nog maar. Zo, die hangen ook allemaal weer. Oh, ik ben op een heel nieuw gebied. Ik moet nu water over. Ik ben even aan het farmen gewoon, terwijl jij dat allemaal aan het doen bent. Vet. Ja, hè? Huh? Wat is dit? Ik ben bij een soort cave die dicht is. Oh, en niet te ver op avontuur gaan zonder mij, hè? Nee, maar mijn klant zit hier ergens. Dood. Oh, je klant zit daar? Of is die... Oh, zo. Misschien was ik te laat. Te laat? Ja, je kan als je niet... Ik heb er 2 gedaan. Maar ik was te laat bij de ander. Die zit aan de andere kant van de map. Oh,
dus die is nu... Dan willen ze hem niet meer, ja. Dan willen ze hem gewoon niet meer. Nee, ja. Hetzelfde als je een pizza bestelt, dan is ze laat, dan wordt hij koud en dan hoeven ze hem niet meer. Nou, helaas. Ik ga even schoonmaken. Ik heb alles, dingen is klaar. Ik ga even de farm weer actief maken. Gewoon even korn ga ik doen. Allemaal even van de maiskolfjes planten hier. Zo, dat is gedaan. Precies 10. Gaan we even met de bezem de spinnenwebben en zo weghalen. Nou, één grote vieze bende is het hier. Volgens mij stikt het ook van de voetstappen hier. Ja, allemaal viezigheid op de grond hier. Dat is niet goed. Ik kom eraan. Hé, hey, waar is de laatste viezigheid? Hallo? Hallo, kan je helpen met zoeken naar het laatste voetstapjes, spinnenweb, iets? Iets zorgt voor viezigheid? Ik weet het niet. Ja, weet je, het maakt, zoveel maakt het ook weer niet uit, weet je? Ik heb in ieder geval weer iets cools. Wat heb je? Kijk, ik vind dit een mooie, hele mooie muur. Heb je weer een vis? Nee, die moet in de keuken, want dat is een vis. Oh ja, ja. Dat is eten, weet je, dat moet in de keuken weer hangen. Kijk, die kunnen we weer hier leuk. Kijk, zo, hoppakee. Ja, top. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ik heb nu ook dit. Wat is dit? Ja, ik weet niet wat het is. Slop. Kan ik die plaatsen? Wat is slop? Wat is dit? Weet ik niet. Ik heb hier ook zaadjes voor jou. Die moet je in de kist doen. Zaadjes moet je in de kist doen. Oh. Hey, vind je het anders wat om de keuken iets hier naartoe te verplaatsen? Gaan we hem ook even upgraden? Doen we meer van die pannetjes neerzetten, die stoofs? Ja, dat is goed. Moeten we even al die barley's eruit halen? Ik ga even alles hier pakken. Kijk, zo, dat is één. En zo, al de korn halen we er ook uit. Dan zet ik hier alle barley's neer. Zo, en dan zet ik hier alle korn neer. En willen we de keuken hierin? Ik zou zeggen van wel, in ieder geval het eetgedeelte. Ja, het drinkgedeelte niet, want dat willen mensen altijd zien natuurlijk. Maar ze hoeven niet te zien hoe hun eten gemaakt wordt. Nee, oké. Okay. Kijk, dan dus hebben we hier al deze wegpakken. En dan kan deze ook weggepakt worden. Even kijken. En een vaatwas hoeft ook niet in beeld, weet je. Dat vinden mensen, dat willen mensen allemaal niet zien. Nee, dat, nee, dat klopt. Kijk, dan zou ik die er mooi naast zetten. Oh, kijk nou, hé. Zet ik de afwas, zet ik hier gelijk om de hoek. Als je binnenkomt. Ja. Zo. Kijk, als je binnenkomt, heb je gelijk de afwas links. Ja, die vis daar inderdaad. En dan zou ik zeggen, nu nog twee van dit soort overtjes kopen en hier tegenover plaatsen. Ja, en dan... Kunnen we consistent doorbakken. Had jij nog die plank voor de... Oh nee, die staat hier nog. Ah, die staat daar. We hebben hier allemaal troep op de grond, jongen. Ja, iemand ruimt niet op. Iemand? Maar wat gaan we hier? Hier kunnen we misschien... Ja, wat wil je uiteindelijk van dit gedeelte hier? Dat grote gedeelte in de keuken of zo? Dit hier. Wat wordt dit? Ja, dat... Ja. Jij wil al... Ja, de keuken komt gewoon hier, weet je. Dit is gewoon de keuken. Hier, maar hier koken we. Hier. Ja, precies. Oké. Okay. Oké, ik haal nog even twee van die dingen. Ik zal die plaatsen, zou ik even terugplaatsen. Even kijken. Ik ga nog wel twee van die kokeilanden. Trouwens, talk to the merge. Ik ga even kijken wat hij van me wilt. Oké, Rick, zou ik een grill halen? Of zou ik nog zo'n burnerstoof halen? Ik kan ook gewoon een grill halen. Een grill? Ja, die hebben we nog niet. Nou, daarom. Ik haal wel gewoon een grill. Eén grill, om mee te beginnen. Ik weet niet of we dingen hebben die we kunnen grillen? Nog niet, maar... Kijk, de grill doe ik dan hier in het midden gewoon. Vet stoer zo, weet je. Kijk, daar een grill, zo. Ja, 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 ja. Startkoek. Wat kun je... Oh, fried boar steak, maar dan moeten we... En dan moeten we die beesten pakken. Maar kan ik dan niet een zwaard maken of zo? Dan kan die beesten achteraan gaan. Ik kan jagen. Oh, oh, nee. Oh, nee. Nee, wat doe ik nou? Oh. Dit is niet slim. Oh, dan moeten we... Ah, dan moeten we level 14 zijn voordat we een keer een zwaard kunnen maken. Ah. Dan kunnen we een zwaard maken. Je kan ook een pijl en boog maken. Crossboog kan je maken. Een pistool kan je uiteindelijk maken. Echt? Ja, met bullets. Ik wil een pistool. Ik koop ook nog een fermenter. Dan kunnen we nog meer bier maken. Dat is slim. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik een goeie. Dan hebben we gewoon twee grote biertonnen. Kunnen we alle soorten drank maken die we willen. Want we moeten naast bier moeten ook nog wat anders maken natuurlijk. Ik koop ook nog even een tweede plate shelf. Die hebben we nodig. Kijk dit dan even hier, hé. Kijk even wat je hier ziet staan in de hoek. Ik kom eraan. Nog even, er ligt hier viezigheid. Even snel opruimen. Ik ga die ene appel ga ik trouwens echt gewoon... Die ga ik nu ergens wegleggen, dat we hem vergeten. En dan over een paar afleveringen zien we hem ineens weer. Hier in dit hoekje zo. Hoppa. Kijk, wat wil je laten zien? Wow! Ja, nog een ton erbij. Kijk, want het ding is... Ik ga dit korn ga ik hier nu allemaal uithalen weer. Ja. En volgens mij kunnen we naast eel... Kunnen we ook nog normaal bier maken nu. Oeh. Zag ik, omdat we level up waren, konden we volgens mij ook iets anders weer maken. Ja, maar daar hebben we hop voor nodig. Hoe komen we aan hop? Ja, dat weet ik ook niet. Is dat niet ook gewoon graan? Nee, maar misschien kunnen we hop maken. Maar hoe weet ik niet. Ik heb hier iets voor jou. Wat heb je? Wacht 2 seconden. Ik ga even snel je barley instoppen. Kijk, dan ga ik hier barley in maken. Dat doen we zo. Wat water erbij, koek. En dan hier. Heb jij water? Ga ik nou boiled corn kan ik maken hier. Ga jij water erin doen? Ja, ga je echt pakken. We hebben namelijk heel veel korn en nog best wel wat barley over. Die. Oké,
Kijk, die zijn klaar. Die gaan we ook gelijk gebruiken. We gaan even... Dit gaat onze beste dag ooit worden. Waar zijn de borden? Ook naar boven. Ja. Kijk, Max. Wat heb jij? Als je die pakt... Wat? Deze hier. Ja? Nou, rechtermuisknop doet. Ja, doet niks. Of linkermuisknop. Oh! Wat is dit? Huh? Ik ga dood! Is dit gif? Ja. Je hebt me vergiftigd! Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat deed ik net tussen per ongeluk. Er staat can be recycled in een compost bin. Dan kunnen we het recyclen. Oh mijn god. Je hebt me gewoon bijna vergiftigd, joh. Ja, ik deed dat dus ook. Ik schrok me echt kapot. Oh my days. Maar een compost bin, hebben we dat? Oh, hop. We kunnen hop gewoon kopen. Maar kunnen we hop ook niet laten groeien? Is dat niet een ding? Ja, maar dat zie ik dus nergens. Hey, open hem maar trouwens. Ik ben helemaal ready. Ik ben echt helemaal ready, ja. Oké. Hier, kan ik erin doen door gewoon open. Zo. En dan moet er ook nog een beetje water bij. Ja, we zijn echt goed voorbereid nu op een hele goede dag. Ja. Als we ook geen bestellingen doen, dan kunnen we samen even knallen. Het is weer nacht. We gaan weer nachtdienst draaien, Rick. Daar zijn we op ons sterkst. Ja. Hier, daar zijn we op ons sterkst. Oep, die doe ik er vast in. Dan doe ik hier. Eel doe ik ook vast water in, zoals dit. Hoppa. Barley, hier ga ik. Even kijken, hebben we nog barley hierin zitten? Natuurlijk hebben we nog barley hierin zitten. Gaan we er ook in doen. Ik zie nog niemand. Pak nu nog even wat water. Is er nog niemand? Nee, helaas niet. Nog wat water erbij. Oeh, kijk, dan gaat deze ook weer verstart. Hier, in deze ton zit nog heel veel bier klaar. In deze ton zit zometeen ook bier klaar. We hebben hier nog heel veel bier zitten. We hebben hier nog hapjes klaarstaan. Kan jij nog even wat borden kopen? Wat zijn ze allemaal op? Nou, ze zijn allemaal klaar. We hebben meer borden, zodat we gewoon echt door kunnen. Oh, er komen echt heel veel mensen naar binnen. Ja. 1, 2. Oké, ik zie de 2. Ik ga ze wel helpen. Wat wilt u, mevrouw? Jij wil een happy, die heb ik al klaarstaan. Jij wil een biertje. Oh mijn god, Rick. Kom binnen. Ik kom. Oké, wacht. Oh, hallo. Maar deze. Biertje hier. Biertje en happy. Twee bieren en een happy. Oké, ik heb hier een biertje en ik heb een happy. Dan moet jij het laatste biertje doen. Boom. Kijk, dit is nou even wat ik noem gewoon een succesvol iets. Heb je nog nieuwe mokken en zo gekocht? Ja, alleen mokken niet, maar wel borden. Oké, buiten is niks nu aan het groeien. Dat is misschien een beetje zonde, maar dat maakt niet uit. Goeiedag jongens, dank jullie wel voor de gezelligheid. Ik zal jullie spullen opruimen en gelijk afwassen in onze nieuwe... Kijk, nu hebben ze ook geen last meer van dat we gaan afwassen en zo. Dat kunnen jullie nu gewoon lekker doen zonder dat ze het doorhebben. Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Hè? Gelijk als je iets klaar hebt, vullen met iets en op de toonbank zetten. Zo, poep, hoppakee. Eten. Biertje erbij doen. Okay, eten even op te klikken. Klikken. Oh, eten is klaar. Oké, dankjewel. Hey, opzouten met je dronken kop. Hier, stop met zingen. We hebben helemaal geen zin in. Weg geweest nou. Hallo mevrouw, wat wil je? Een biertje? Die heb ik toevallig op zak. Een lauw biertje. Dan ga ik even in de tussentijd, want het is volgens mij redelijk rustig nu. Ga ik heel even snel de farm pakken. Okay. Oh, wat is dit? Rick, we worden aangevallen! Waar? We worden aangevallen! Oh! Oh mijn god! Hey! Waarom doen jullie zoveel damage? Waarom doen jullie zoveel damage? Ik heb er één. Onze klant erin, de boze weg, bang weg. Loot! We kunnen looten! Oh, hier is er één. Wacht, er is er nog één. We worden gewoon aangevallen door een zombie. Oh, ze hebben allemaal knaken. Oké, loot. Ik ga deze ook looten. Hey, monies. Dank u. Moeten we dit opruimen nu? Hier met de bezem? Hoe werkt dit? Nee, dit is slecht voor business, Rick, dit. Dit is niet goed. Dit was niet goed voor business. Ik ga in tussentijd even... Waarom hebben we dan ook de deur nog open laten staan? Ja, de deur die kunnen we niet dicht doen. Oh. Toch? Nee, die kan niet dicht. Ik zag in één keer gloeiende ogen op ons afkomen. Is het veilig inmiddels? Want ik wil de farm nog doen, maar... Ja joh, het is hartstikke veilig. Hey, oh, er is alweer een nieuwe klant. Wat hoor ik? Oh, Rick, we hebben een lek en we hebben een klant. We hebben een lek en een klant. Oké, de klant die is helemaal tevreden. Er liggen ook wel een paar lijken op de grond, maar dat maakt niet uit. Oké, ik ga die farm even fixen, want dat is nodig. Waarom werkt het niet? Graan plaatsen. Wat doe je? Ik probeer hem te maken, maar het lukt niet. Gewoon hamer. Oh, op die lek moet je doen. Ja, op de lek, ja. Dat wist ik ook niet. We hebben een klant. Hallo. Een biertje. Die hebben we. Die is helemaal voor jou. Het was zo druk. En toen kwamen er in één keer zombies. Oh, de zombies zijn wel gedespawned inmiddels. Jeetje, wat een spanning. Ik ga de farm even doen. Even nieuwe barley, want die is als het goed is bijna op. Mevrouw, hoe wordt u al zo snel dronken? Als je niet kan drinken, moet je het ook niet doen. Een biertje heb ik op zak, mevrouw. Succes ermee. Zo, dan zijn we alles lekker aan het planten. Dat is helemaal toppie. Dan krijgen we allemaal nieuw graan straks. Gelukkig geen water bij te doen. Hoe staat het voor met koken? Zal ik in de tussentijd wat nieuws koken allemaal? Ja, dat is goed. Ik zal even kijken, hebben we nog barley genoeg? Nee, we hebben niet genoeg barley. We hebben wel genoeg korn. Dus ik kan wel weer nieuwe korn maken. Alsjeblieft, mevrouw. Geniet ervan.
Hey, ik zei het al, het gaat wel goed, hè. We hebben trouwens wel een missie, dat we een glowing creature moeten vinden. Een gloeiend soort van wezen moeten we vinden. On the way to the dark forest. Maar het is alweer dag. Ja, dat moet er s'nachts een keer doen, denk ik. Kom wel een keertje s'nachts, inderdaad. Wat hoor ik? Wild corn, geen probleem. Wat overstuk. Wacht, dat hebben we nog niet eerder gehad. Is de oven stuk? Zo, ja, hij was stuk. We konden in één keer geen dingen meer maken. Oh. Ik ga even wat doen, Rick. We hebben 900 euro. Dit is even heel belangrijk wat ik nu ga doen. Er komen heel veel klanten aan, dus succes binnen. Dankjewel. Twee biertjes, komt eraan. Ik heb nog wat belangrijks gekocht. Nog iets heel belangrijks, Rick. Nog een tafel. We maken het nog drukker. Nog drukker. Nog drukker. We moeten het wel even anders indelen binnenkort. Maar we gaan het nog. Ik heb het gevoel dat we nog meer drukte aan kunnen vandaag. Okay. We zijn op ons sterkst nu. Betekent dat ik ook even nieuwe mokken zo ga halen? Waarom liggen er zoveel appels? Er liggen weer allemaal appeltjes op de grond. Echt? Heb jij dat gedaan? Nee, dat doen al die klojo's. Die klojo's. Ik ga even nieuwe bekers en mokken kopen. Zo. Ik heb van alles 5 nieuwe gehaald. 5 nieuwe borden en 5 nieuwe mokken. Nice. Die zal ik allemaal even hier neerhangen en plaatsen. Zo, die hangen. Dan hebben we de platen hier. Daar ga ik allemaal koorn in doen. Kijk, dan hebben we in ieder geval weer genoeg koorn staan. Dat is goed, hè? Dat is netjes. Hallo, mevrouw. Wat wilt u aan de nieuwe tafel? Ze wil een normaal soepie. Een granensoepie wil ze. Die hebben we nog wel, hè? Ja, zeker. Hier ook. Ja, oh kijk. Hier inderdaad. Top. Ja, ik was de afwas even aan het pakken. Geniet ervan, mevrouw. Tussentijd even snel afwassen. Oh, jij bent aan het afwassen. Hier, doe deze ook maar gelijk. Nee, ik ben net klaar. Nee, doe maar gelijk niet op. Succes, hé. Succes, hé. Hey, hallo, meneer. Je hebt wel een biertje. Die hebben we voor je. Hoppakee. Schuimkopje erop. Geniet ervan. Ik heb me niet dronken, hè, mevrouw. Nee, ik wou het zeggen. Ik ga deze tafel even verplaatsen. Kijk, deze tafel kan wel leuk hier. Ja, dat is een leuke plek voor de tafel. Tof. We hebben nog een bierrek nodig. Nog een bierrek? Ja. Oh, voor die mokken. Oh, er komen echt 10 mensen aan. 10? No way, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik ga... Oh, 1, 2... Oh, Rick, er zijn mensen inderdaad. Het zijn er maar 3. Hallo, wat... Oh, mijn god, nee, daar zijn ze. 5, 6... Wacht, Rick, kom aan. Komen er nog meer. Ja, rustig. Ik moest toch dat ding kopen. Dat is die. Hallo, jongens, allemaal aan de nieuwe tafel. Gezellig. Ik snap het. Biertje, 2 koorn en een normaal happy. Ik zal die 2 koorn wel doen. Zo, die kan ik heel makkelijk gelijk brengen. Geniet normaal ervan. Happy. Geniet ervan. En, hoppakee. Oh, en nog een biertje. Even kijken. Die irritante appels op de grond overal. Alsjeblieft, mevrouw. Ik ga even het graan pakken buiten, want dan kunnen we een nieuw normaal eten maken. Maar dat is volgens mij bijna op. Of niet? Onze normale soepjes, klopt dat? Zijn die bijna op? Ja, die zijn op. Ja, ik heb een nieuw graan laten groeien, dus het is helemaal goed zit dat. Normaal soepie. Eet smakelijk. Tot ziens. Zo, ik heb heel veel nieuw graan. Bier hebben we nog genoeg. Daar hebben we echt nog genoeg van. Dus ik ga gewoon dubbel op hier barley maken. En hier even kijken. Ik wil eentje terug. Ik wil barley. Zo. Oh, ophouden nou. Niet zomaar stuk gaan hier. We hebben rekenen op jou. En dan moet je niet stuk gaan. Zo, dat is beter. Oh. Hebben we geen klanten? Oh, we hebben 1 klant. Hallo mevrouw, wat wilt u? Een biertje? Hebben we nog bier? Genoeg. Genoeg? Kun jij een biertje maken? Ja, eerst even afwassen. Zorg maar even. Eerst even afwassen, oké, dan doe ik het wel. Oh, je hebt een nieuw. Oh, dat bierrek, dat is echt nice. Ja. Dat bierrek is echt clean. Hier, meneer of mevrouw, sorry. Hallo mevrouw, nog een biertje. Nog een biertje. Oh mijn god. Er zijn heel veel mensen, Rick. Hoeveel bier? Er staan 2 bier klaar. Even kijken, nog een bier. 3, 4 barley, 5 barley. En een corn. Ik heb geen barley. Ja, dat heb ik net gemaakt. Dat moet goed komen. Hier is de corn, meneer. Die zal ik terugplaatsen. Oh ja, ik zie het, ja. Biertjes staan klaar, zei je. Oké, dat is hoeveel barley? 5? 5 barley, inderdaad. Oké. Even kijken. Jij opzouten, wegwezen hier. Zo. Eet smakelijk. Wat wil jij hebben? Ook barley. Hier nog 2. Ik moet er nog 1 bijpakken. Nog 1 bijpakken. Prima. Ik ga vast opruimen. Ik heb de dronkenlab naar huis gestuurd. Dus hier ligt hier nog troep op tafel. Ja, er ligt nog troep op tafel. Hey! We zijn weer level up! Let's go, Rick. We zijn level 6 of zo inmiddels. Hey, we hebben weer een nieuwe ruimte. Jongen, wat hebben we aan die ruimtes? We hebben nog niet eens deze ruimte hier gevuld. Dan kunnen we daar het bierbrouwstation maken. Het bierbrouwstation? Nou, er is wel de hele keuken leeg. Maar het is wel leuk om dat inderdaad hier te doen. Het bierbrouwstation. Ja, dan wordt hierachter gewoon een werknemersplek of zo. Dan kunnen we hier gewoon misschien een muur tussen knallen. Waar? Wacht even hoor. Ik ben even aan het afwassen. Zo, dan hangen we. Ben je aan het afwassen? Oh, top. Nee, ik ben al klaar. Hier ligt de rest. Ja, succes. Ik ben al klaar. Kijken. Ja, de rest ligt daar. Dus dat red je op. Meneertje met de paardenstaart. Jij wil een corn. Die hebben we nog, hé. Zo, dan hebben we corn voor jou. Geniet ervan. Goeiedag, Rick. We zijn sterk bezig. Deze bierdinges is bijna op. Dan zal ik hem even pakken.
ga ik hem vullen, want dat bier had ik al klaargezet. Dan kunnen we weer 10 nieuwe biertjes maken. Er liggen zoveel appels, wat irritant. Barley? Barley hebben we ook nog. Hoppakee. Hoor, het water is weer op. Kunnen we niet even een slang in die put leggen? Een slang in die put. Hey, ik ga even een bezorging doen, Rick. Ga ik jou alleen laten. Ja, is goed hoor. Ja, het is toch oprecht heel rustig. Er is maar 1 iemand nu en in de verte 1 iemand. Even kijken. Jeetje, wat veel deliveries. Ik ga het duurste doen. Ja, dat is goed. 2,40. Take. Helemaal prima. Wat heb je nodig? Een barley en een corn. We hebben hier een bestelling trouwens. Iemand wil corn. Hier. Zo. Hier. Corn. Ligt klaar. Ja. Nee, dat kan jij aan geven. Ik ben onderweg. Oh, dat moet, ik weer doen. Ik ben er al niet meer. Ik zie je letterlijk nu net weglopen. Food delivery, kom maar. Follow. Die gaan we doen. Waar moet ik heen? Daarin. Oeh, daar ben ik nog niet heen geweest. Hallo. Deze bestelling gaat helemaal goed komen. Hey, een kreet. Die gaan we pakken. Bloedkreet. Hop. Hey, ik heb hop gekregen. Uit oh, nice. Dan kunnen we hop hop bier erop maken. Hop hop gas erop. Hop hop gas erop. Ik ben hier bij een groot meer aangekomen. En daar zitten ze met z'n altijd dezelfde die bestellen. Altijd die met het blauwe haar en die met het knotje op zijn kop. Ja, maar die vinden het gewoon lekker. Hé, hey, dit is een kamp. Wat lijp. Dan ga ik looten. Hier is mijn spul. Oh, ze vinden het niet leuk dat ik het loot. Ze vinden het niet leuk dat ik het loot. Kan ik dit gevecht winnen? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dit gevecht win. Wacht, ik ga het toch proberen. Oh, nou, ik heb wel het gevoel dat ik dit kan winnen. Ja? Ik heb hem vermoord. Hoeveel geld krijg ik van hem? 38, dat was het niet waard, want ik heb nog maar 40 HP. Ik ben weg hier. Want je hebt die man vermoord. Ik heb gewoon een man met een zwaard vermoord. Dus je hebt een bestelling gebracht en dacht je, oh, nee, jij mag gewoon sterven. Anders viel me aan. Ik wou wel zeggen, ik heb nog meer barley porridge nodig. Ja, onderweg. Zijn dat die zakken? Ja, volgens mij wel. Hoe maak je dat? Volgens mij hebben we heel veel in de kist zitten. Oh, dat is heel easy, joh. Ik heb het allemaal in de kist geplaatst. Ja, maar ik wist niet dat het zo makkelijk was om te maken. Om te farmen? Nee, maar gewoon om... Ik dacht, dat moet even met dat koken en zo. Oh nee, dat koken is zo gedaan. Weer zo'n klote emmeralen. Daar zijn we weer, Rick. Hey, we zijn er weer. Hoe is het met het restaurant gegaan? Ja, best... Nee, best stabiel. Best stabiel? Hier is een biertje. Dirty plate, komt er maar met de vieze platen. Vieze borden. Oké, okay, laten we deze mensen nog even helpen en dan sluiten we de winkel weer. Ga ik even afvast in tussentijd? Ja, dat is of goed. Of dat, want je kan hem gewoon sluiten en dan gewoon deze mensen nog helpen. We hebben heel veel porridge nodig. Porridge? Wat is dat? Ja, dat black, dat normale eten. Oh, dat normale eten. We hebben echt heel veel van nodig. Is dat al klaar? Ik heb er een paar nu, die kan ik geven. Ik heb er 4 nodig. Oh mijn god, het zijn er inderdaad veel. 1 voor jou, nog 1 voor jou, dikzak. Dan heb ik er hier nog eentje. Zo, en deze mevrouw wilt corn en bier, dat kan ik geven. Corn bier is de laatste. Zo. Alsjeblieft, ik ga... Alsjeblieft. Oh, er komt... Oh, zullen deze die nu allemaal aankomen nog even doen? Ja, sluit hem maar vast. Als ze binnen zijn, kan ik hem sluiten. Ja, oké. Okay. Even kijken. Oh, dit zijn er veel. Hallo, klaarmaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, het zijn er 6. Zo. Hebben we dan nog wel genoeg spullen? Hier hebben we genoeg, maar hebben we genoeg eten? Weet ik niet. Kom wel goed. Ja, gesloten. Is hij gesloten? Ik heb nog gesloten. Een paar mensen nu binnen. Oké. Okay. 2 willen nog eten. Een biertje en normaal eten. Oh, zo, normaal eten heb ik. Biertje, normaal eten. Genieten van, jongens. Hey, wat een goede dag, hè. Ik ben geweest, Adelina. Ja, dit was top, even hoor. Opruimen. Waarom zat iemand aan deze tafel? Oh, dat doen ze wel trouwens. Nou, dit was wel even top, hè? Dit hebben we even top gedaan. Even de afwas doen, alles op zijn plek terugleggen, even evalueren. Zo, even onze borden hier terugplaatsen. De mokken die ik heb, die ook terugplaatsen. Zo, deze pakken en afwassen. Ik kan mijn bord niet meer kwijt. Nee, ik heb maar gewoon gevuld met eten en neergezet. Heb je mokken? Hebben we geen mokken? Niet meer mokken dan dit? Yo, ik heb hier nog 2. Oh, die kan je hier ophangen natuurlijk. Ja, maar ik moet ze nog wassen ook. Oké, dan ga ik even deze dingen ga ik verplaatsen, onze bierbrouwerij. Dan gaan we hier gewoon een bierbrouwerij van maken inderdaad, van deze hoek. Ja, goeie. Kijk, doen we deze ton in de hoek hier. Doen we deze ton ook in de hoek. En dan doen we dat ding in het midden. Kijk, dan hebben we zo'n bierbrouwerij hier. Dat is toch even leuk. Ja, dit is leuk, dit is leuk. Hey, spinnenweb. Even schoonmaken, gaan we even opruimen. En we hebben 2000 munten. Ja, gigantisch. We zijn echt heel rijk. En die appels, jongen. Ja, ik ben een appelhoekje aan het maken. Ja, ik pak ze ook even vast op. Hier. Gooi ze allemaal in het hoekje. Ik vind dat een leuk hoekje. Hier. Dit is het appelhoekje? Dit is het appelhoekje. Hier, ja, we hebben nu 3. Hè, ik had 2. Die dropte ik, maar er is eentje kleiner. Oh. Hey, ik heb nog een soepie, die eet ik even, want ik heb 40 HP. Zo. Dan eet ik dit soepie, wat hier ligt, eet ik ook nog even. Ik wil er ook een. En deze ook. En dan kan jij die laatste hier nemen. Was ik nog even af. Heerlijk. Hier, voor mij ook nog. Oh, wat irritant. Nou, Max. Nou, Rick.
Dat was maar weer een dag, hé. Dat was maar weer een dagje. Laten we hem afsluiten. Laten we hem afsluiten met een biertje. Ik drink hem op. Hé. Okay. Oh, ondersteboven. Ik eet een paddenstoel erachteraan. Om te kijken wat er allemaal nog meer zou gebeuren. Het is irritant. Wat is dit irritant? Ja, ik ben nu naar voren aan het lopen met S. Ja, denk, als je het helemaal door hebt, dan snap je het. Oh, nee, nevermind. Laat maar. Ik wil in de volgende video, Rick, wil ik onze hele bar vullen met nog meer tafels. Ik wil me helemaal gewoon dat we het gezelligste bar/restaurant ter wereld hebben. Ja, maar dan moeten we personeel even aannemen, want dat gaat me niet lukken, hoor. Personeel aan, zou dat kunnen? Denk het niet, hè? Nee, denk het ook niet. Denk het ook niet. Maar het ding is wat we gaan doen. We gaan al die 2000 uitgeven aan allemaal tafels en aan nog meer kookdingen. En we kunnen ook kikkersoep maken en weet ik veel wat allemaal. En zwijnenpap, weet ik veel wat het gaat worden. Zwijnenpap. Allemaal in de volgende aflevering. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet zeker even niet te liken. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook heel geweldig om te kijken. Heb je dat nog niet gedaan? Moet je het zeker even doen. En dan nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Spreek je later, glaasje water, tel 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Boe!